Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Hallo, mijn naam is Jeroen Thieboud. Ik ben net 40 geworden. Ik ben de vierde papa van twee dochters, Margot en Leo. En ik ben op dit moment werkzaam als Vlaams randgeval op het kabinet van Vlaams minister voor mobiliteit, Ben Weerts. Ik sta op de derde opvolgersplaats voor het Vlaams parlement. En als u op mij stemt, dan kan u er zeker van zijn dat ik ga voor meer leeuw in Vlaanderen. Meer leeuw in Vlaanderen wil zeggen een warme, veilige en groene Vlaamse rand. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik ben een gemeenschapsdier. Dat is ook wat mijn Vlaanderen voor staat. Ik ben van jongs af aan bezig in verenigingen. Ik ga van Giro, Jeugdhuis, Jeugdraad, speelpleinwerking, voetbal, noem maar op. Van eetfestijn tot concerten organiseren. Het heeft voor mij weinig geheimen. Dat is ook hoe ik de vinger aan de lokale pols hou. Als je dat combineert met een warm familiaal leven en warme vriendschapsbanden, af en toe bij een pintje, dan weet je direct waar ik voor sta. Welke quote heeft u gekozen? Wel, ik heb voor mijn campagne de quote gekozen meer leeuw in Vlaanderen. Ik ben zelf afkomstig uit Sint-Pietersleeuw en ik vind dat er wel wat meer leeuwse recepten in Vlaanderen mogen zijn. En waaruit bestaat dat dan? Wel, wij zijn erin geslaagd onder burgemeester Luc de Koning om voor de eerste keer in 20 jaar tijd de belastingen niet te verhogen, maar wel te blijven investeren. Investeren in ouderenzorg, in nieuwe kinderopvang, in een bijkomend dienstencentrum. En ik denk dat dat de juiste manier is hoe we in Vlaanderen moeten verder gaan. Niet extra belastingen verhogen, maar wel blijven investeren en ervoor zorgen dat iedereen welkom is in Vlaanderen. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik heb geen uitgesproken politiek voorbeeld, maar ik heb wel één voorbeeld en dat zijn eigenlijk alle mandatarissen over de partijgrenzen heen die een mandaat opnemen en die in de politiek gaan, want het is op dit moment geen sexy beroep om het zo te zeggen en dat is eigenlijk ten onrechte, want dat zijn mensen die werken aan een samenleving en dat zijn ook de mensen die ondanks de negatieve berichtgeving er vele, vele uren in steken en ik vind dat dan ook absoluut waard dat die mensen geapprecieerd worden voor wat ze doen. En als ik toch iemand moet noemen, dan zou ik een combinatie maken van de drie. Dan zou ik gaan voor het communicatieve talent van Ben Weerts. Dan zou ik de dossierkennis van Geert Bourgeois willen. En dan nog graag het strategisch inzicht van Bert De Wever. Wat zijn uw politieke interesses? Mijn politieke interesses komen voort van waar ik woon. Ik ben een Vlaamse randgeval. En die Vlaamse rand heeft als eerste de impact van een groot stedelijk gebied. En dat is dan vooral op vlak van mobiliteit, inburgering, leefbaarheid. En ik denk dat dat de zaken zijn. En veiligheid, dat zijn vooral de zaken waar ik me absoluut in interesseer. Ik denk dat de Vlaamse rand de druk ervaart. Ik heb het aanvoelen dat op vlak van mobiliteit er nog heel veel kan gebeuren. Ik fiets zelf van het werk naar van het huis naar het werk en omgekeerd. Ik denk ook op vlak van groen dat er nog veel kan gebeuren in die Vlaamse rand. Want het is een mooie Vlaamse rand, maar hij staat onder druk. Ook op vlak van veiligheid, niet alleen fietsveiligheid, verkeersveiligheid, maar ook gewoon veiligheid tout court. Denk ik dat met de uitrol van een ANPR-netwerk, dat nu al bezig is, dat we toch moeten erin slagen van die Vlaamse rand veilig, groen en Vlaams te houden. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ik denk dat de heraanleg van de ring rond Brussel, dat dat een mooi voorbeeld is van hoe we in de toekomst, en ik ben ervan overtuigd dat dat zo zal evolueren, moeten omgaan met actiegroepen en mensen die een mening hebben over een bepaald thema. Ik denk dat de heraanleg van de ring een mooi voorbeeld is van hoe in de toekomst in de politiek omgegaan moet worden met burgerbewegingen of actiegroepen. In plaats van direct een plan op tafel te leggen, legt men een plan dat open is voor discussie, vatbaar voor debat. En op een bepaald moment neemt men een beslissing en die voeren we dan uit. Maar dan kan iedereen op minstens op voorhand zijn mening geven en kan er rekening mee gehouden worden in de mate van het mogelijke. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Wel, ik heb naast mijn eigen fietshelm ook de fietshelm meegebracht van mijn dochter. En de reden daarvoor is tweeërlei. Eén, omdat ik, zoals velen in de politiek, een zeer moeilijk gevecht heb met het evenwicht familie en werk. Ik kan gelukkig rekenen op een vrouw die mij daarin steunt. Maar het eerste reden is dus mijn twee dochters. Want het is voor hen dat ik eigenlijk probeer aan politiek te doen. Voor de toekomst van hen en bij uitbreiding heel Vlaanderen.
Maar het staat ook een beetje symbool voor hoe je kijkt naar verantwoordelijkheid opnemen en krijgen. Je bent niet verplicht om een helm aan te doen. Dat mag, maar het hoeft niet. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. En ik neem die op, samen met mijn dochters. En de overheid moet zorgen voor veilige fietsinfrastructuur. En ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van hoe ik denk dat we moeten omgaan. Je hebt een eigen rechten, je hebt eigen plichten. En daartegenover staat een overheid die daarin moet faciliteren.